Ja, het is natuurlijk heel mooi dat de minister van Sport, Corny Helder, heeft toegezegd om vandaag de petitie in ontvangst te nemen. En dat geeft ons ook het vertrouwen dat ook zij het belang ziet van het sport en bewegen en dat de sport zo snel mogelijk weer open moet. Er zijn twee pandemieën op dit moment in de wereld. De ene is bewegingstekort en die andere is corona. En in beide gevallen is het natuurlijk zo dat beweging een deel van de oplossing is. Een hele grote groep heeft het gewoon best moeilijk om zelf te gaan sporten als ze niet die sportschool hebben of die vereniging hebben waar ze toch geholpen worden om die sport te blijven doen. Nou, het is heel mooi om te zien dat Nederland zo graag wil sporten en ook deze petitie zo is ondertekend. Ik merk hier op het plein ook veel energie en veel mensen die weer zin hebben om met het binnensporten met name aan de gang te gaan. En op dit moment is het zo dat je in ons land niet aan je gezondheid kunt werken. Tenminste niet in clubverband, verenigingsverband. Terwijl heel veel dingen die minder gezond zijn wel mogelijk zijn. En daar zit een tegenstrijdigheid in die niet klopt. Nou, ik hoop de komende weken wordt natuurlijk wel spannend dat sport niet meer als sluitpost gebruikt wordt. Maar dat sport gewoon een heel nadrukkelijk onderdeel is om de besluitvorming mee te nemen. Waarbij het doel moet zijn, kijken wat wel kan. In deze Kamer zijn we het over zoveel dingen niet eens met elkaar. Maar ik ben echt blij dat we het hier met elkaar over eens zijn. Dat sport gewoon veel hoger op de agenda moet.